Ja, ik ben aan het opnemen. Mooi Hoop dat zo. dat hoort. Allee, start die koek dan, hè. Hop, René is weg. Nee, ik ben er wel. Invite. Hop. Nee, Rocky is weer spelen. Weg. Rocky is weer weg, ja. Ja. Rocky is een faggot. Ik bracht een ander kleurtje. Maar nee, je hoort allemaal niet nodig, kleurtjes. Jawel. Het zijn alleen wijven door. Die naar kleuren kijken, René. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Het zijn wijven en ik. Loop.mx connected and entered channel. Ah, jongens, jongens. Ja, ja. Ja, 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 ja. Luc was niet zat zaterdag. Nee. Dat was niemand werken, zat jongen. Zaterdag, jong. Moest ik werken. Wat werk. Wat gaan we doen? Oval racing? Nee, Monza short. Monza heet dat. Oh, oké. Okay. En de Red Bull dus. Ring, hè? En de Red Bull ring short. Oh ja, en, dat is ook leuk. En Hockenheim short. Goeie, ja. Hockenheim short is nog 35 kilometer zeer. Nee, dat is de nieuwe bus. Ah ja, shister. Ik gooi die altijd door elkaar, die twee. Ja, ik heb nog een invite gestuurd. Ik zie het, Paul, dankjewel. My job here is done. Screw you guys, I'm going home. En Mark? Going out of the pits. Als ik ook vandaag tegenkom op de baan, ik ga me er gewoon vanaf. Dus niet dat ik ook niet moet, maar ik moet niet. Zeg het tegen uw ma, denkt er godverdomme goed aan, hè. Dat is goed, dat mag. Dat Pisken. Mag. Dat mag. Joehoe. En dan... Inderdaad. Dit is zo nutteloze YouTube-vulling, dit, hè. Inderdaad, ja. Ik ben er bijna, zo, jongens. Oh ja. Ik ben degene met de rode achteruitkijkspiegels, hè. Dus maar dat je het weet, Paul. Oké, okay. Maakt me niet uit. Als je dan iemand van de baan wilt rijden, dan pak dan ook de juiste natuurlijk. Hè. Je zou nog per ongeluk Luc van de baan rijden dan, ja. Ja, ja, ja. Tussen aanhalingstekens per ongeluk. We heard that. Toot toot, coming through. Ooh, bitches, get away! Beep, oh, beep, I'm a jeep. Daar worden we wel een beetje melig van heel de dag alleen thuis zitten. Ja. Allee. Ja, kinderen weer naar school, hè? Kinderen weer naar school, de vrouwen werken. Dat is wel flauw, eigenlijk. Oh jee. Welke films heb je gekeken vandaag? Man? Ja, ik moet werken, René. Oh nee, dat zeg ik. Nee, ik heb ook echt nuttige dingen moeten doen vandaag. Ah, oké. Okay. Ik ook. Ik moest proberen een EPS te verhuizen van het ene gebouw naar het andere. Ben ik een hele dag mee bezig geweest. Van thuis uit. Ja. Nice. Luc blijft groot. Ah, ja. Me, ik? Ja. Goeie. Momentje. Oh nee, nu is je geel. Ja, goed gekomen. Mooi. Is Steam iets aan het doen? Oh, downloads. Ja. Ja. 65-40, zei je, Peter? Ja, 65-40. Daar hebben we geen last van de markt. Nope. Ik zit hier godverdomme al een half uur met je stomme koptelefoon op mijn oren te wachten op de rest, godverdomme! Dus en, dan nog als laatste, en dan nog als laatste over de lijn. Dat is nog de, ik denk dat mij dan voor. Nee, 1197 punten. Maar kan er geen rent over beginnen, hè? Godverdomme. Godverdomme. 65-40, hè? Ja, 65-40. Prima, dankjewel. Goed, jongens. Succes, maar het hè? Gaat zelfs eerder rechts af, hè? Dus maar dat je het weet. Succes. 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 En dat blijft onderweg nog af. Moet jij rechts af, hè? Ik ben een sticker in. Ja, ik moet voor de chicane ergens rechts af. Oké. Okay. Oh, dat heb ik echt nog nooit gezien. Ik wist niet dat hier... Dat is die binnenweg die Paul de hele tijd pakt. Oh. daarom is het mijn lievelingscircuit. Ja, daarom 10 seconden sneller. Ja. Nee, echt serieus, dit kan ik me niet herinneren. Nee, maar dit is echt de begintijd van Project Cars 1 geweest nog ooit. Dat we dat met Formule C gedaan hebben. Right side. Hold your line, clear right. Heb je gezien hoe professioneel dat was, Mark? Nee. Oké. Okay. Ik was naar die man. Gooide je nu je slof naar buiten of wat was dat? Ja.
bewijsmateriaal. Wat ik vanaf wil, doe ik altijd op de racetrack. Ah, oké. Okay. Verstandig. Geslingerd. Dat durf ik toch zo niet. Oh. Kijk, in de achteruit, ik speel ik sirene. Slingeren. Slingeren, ja. Ik weet het. Ik denk dat daar veel sneller kan. Maar goed. Ja, de frames zijn niet beter geworden met de nieuwe CPU, Mark. Nee? Altijd rond de 90. 95 zie ik nou staan. Ja, een gaatje geslagen naar Mark. Yes! The leader's just done a 57.17 V2. Hoi, hoe zat dat ook weer met die rembalans hier? Weinig aanpassen in de Clio in het algemeen. The guy behind has just done a 58.29. Wil ik? Oké, dank je voor de 16. Ja, graag gedaan. Slechte exit. Dat gaat het niet worden, dit. You're a second off the pace in sector 2. That's a new fastest lap for Paul. 56.50, P3. You're 2/10 off the pace in sector 3. Ja, ik was aan het driften. Wat plezant met deze auto. Het is niet snel, maar wel plezant. Mm-hmm. Op Monza absoluut, absoluut niet aan te raden. Your brake temperatures are fine. P4, that's your fastest lap. Oh, dat was te hard. Sector 3 times okay. Ik geloof het wel. Oh Peter, je bent hem nog drift, jongen. Ook, met de bio. Nou, het was niet snel hoor, oké, nee, man. Ik zag het. Het zag wel spelen uit. Dat is de auto die je van de weg moet rijden, Peter. Oh, die verder met extra bonuspunten, toch? Yep. Okay, Mark, 5 minutes to go, 5 minutes left. Ik kijk uit even kussen met z'n. Alright. Hold your line. Hold your line. Still there. Still there. Kan ik al naar links, Mark, of niet? Hé, hey, dat kun je niet! Nu wel. Hold your line. Play right. You've just done a 57. Psychological warfare. Ja, inderdaad. Daar is je wel goed in, hè. Al geleerd. Alle jongens. Achterband is nog steeds blauw. Rechts zijn we ons eens wat aanpassen. Ja. Nou, ik weet niet hoor, volgens mij staat de handrem erop. Hoe zet je dat ding uit? Control Enter. Alte 4. Die aan-uittoets op je computer 4 seconden en al. Oh, Mark.
Ah, damn it. Hey Luke, vind je dat niet vervelend? Even met controller eigenlijk even snel. Is 0.9 off the pace. Hadden we het net over. Vind je dat... Wat zeg je? Vind je dat niet vervelend? Iemand met controller eigenlijk even snel? Ja, maar ik ben er nog niet op. Ik heb er twee die sneller zijn, dat is een volle. Ja, één dan nou. God damn it, René! René, dat is een hele seconde in, man. Ja, waar? Ja, Monza blijft Monza. Gewoon overal vul gas geven. Acht remmen en vul gas geven. B5, that's your quickest lap. Your last lap. Zorg dat je heel veel exit speed meeneemt. De slow in fast out is heel belangrijk op Monza. The leader has just done a 56.00. Ah, kijk, hij lijkt er al mee op. The guy behind has just done a 58.00. Sector 1 is 0.42 off the pace. Dus ik ben 3000ste trager als René, heb ik dat goed? Yep. Ja, niet meer hoor. René had nog wat gevonden. Zou René eens gaan volgen. Oh, look at Benny! Oh shit, een seconde in het rood omdat ik het lachen ben. Come on, jong! Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Sector 2 is 2.5 off the base. Ja. Moet je concentreren, Mark. Inderdaad. Niet zoveel aan Benny denken. Oh, denk look at Benny! Oh! You need to find a 10th in Sector 3. Ik had alleen rechts voor die blauw was bij mij, de rest was groen. Oh, like, come on! Sector 1 is 0.5 off the pace. Nee, schiet nou op, jong! Gas geven! Wat een trage bak. Het is maar goed dat we niet de volledige mond hebben genomen hier. Hij heeft nou twee rondjes gereden of zo. Dat zou saai zijn met deze auto's. Oh. Slipstream aan het geven. Doe ik ook nog. Nou, dat is niet de bedoeling. De laatste time was 57.29. De leader has just done a 55.68. Nice. The guy behind has just done a 57.82. Ik denk dat ik daar ook genoeg mee gedaan heb. Allee. Tijd voor de pits. The guy behind has just done a 57.76. Nee, zet er niet in, jongens. Zeker wel. Looks like that was outside track limits. Oh my, die is voor Luc. Mooi is reden, man. 2.0 seconds. Thanks. Off the pace. Checker flags out, P5. I did my best. Maar nu snap ik dus eindelijk mijn binnenweg op Monza. Ja. Ja, gevonden. Mm-hmm. Ja. The secret is out. Shit, ik heb het 3 jaar geheim kunnen houden. Nee, rally rijden werkt ook niet. Dan valt hij helemaal stil. Ja, je moet echt vroeg op het gas met die Clio. Dat je hoog op toer door de apex gaat. Gewoon vol gas. En dan alleen maar remmen, dan kan hij best remmen. Zijn dat je maar op de gas door de bocht gaat, dat is belangrijk. Ja, ja, precies. Je moet de toeren erin houden, ja. Mhm. Kijk, waar zit hem? Niet in de eerste sector. Oh, nee, onze tijd is echt vergelijkbaar. Alleen sector 1 heb ik 2/10 sneller. Wat was de tweede sector eigenlijk? Excellent question. P5, ja. Dat is de 1 en 3 mis dan. Wijze woorden, wijze woorden. Zo, we hebben nog 1 minuut 50. Nee, doe maar rustig. Ja. Als je niet op redding klikt, gebeurt er niks. Even kijken. Er zijn mensen gaan rage, gaan fotokicken en zo. Dat is 48 inderdaad. Ja, ik snap het niet. Maar ja, het zal wel goed zijn. Gaat-ie.
En enter. Klik, klik, klik. Hoop ik altijd. Alt F4, René, Alt F4. Alt F4. Oké, man. Blijven we de beste. Alt F4. Ja, die hebben geluk geleerd. Van Mark overgenomen. Ai. Oeh, valse start, geluk. Ja, inderdaad. We hebben weer koude trek. Ah, dat zijn die instellingen, oei. Ho. Oh. Wow. Dat was leuk. Wow. Ik probeer links aan te houden, maar ik schuif langs alle kanten. Right. Right, de cruise schiet niet aan van Mark. Jawel, right. Je zit niks anders te roepen als on your right, on your right. Left. On your left, on your left. Still there. Still there. Stil daar. Dat betekent dat je in moet sturen, hè? Ah, oké, wacht, dat doe ik even. Line, clear left. Allemaal René's schuld. Oh, 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 niet te veel schuiven. Zit on your right, hè? Hold your line. Mark? Wat, Peter? Met een cruise ship gaat er overheen, ik versta je niet. Stil daar. Who needs enemies with friends like this? Oh, man. Stil daar. Ik wil die slipstream van me. Nee! Hold your line. Ik deed niks. Ik moet alleen nu heel hard rennen. Just keep hitting your marks. This is not oh, okay. Sorry jongen, kom maar langs. Clear right. You're in the middle. Clear right. Daar zie ik gewoon gebeuren in hem nachtrijd. Track limits. Oh, wat een bloedbad is dit hier. Oh, left the session, left the session. Wie? Ja, die twee ander. Great squid of wat? Ik denk het. Mijn schuld. Nee. Zijn goede vrienden voor ons. Nee, juist. Dat klopt niet. Ja, ik heb met een team tag er niet in staan, dus ik hoor niet bij jullie, dus hè. Oh man. Parabolica gaat altijd driften in, dat is niet goed. Hamilton voor me. Nee, Hamilton doet niet naar zijn race, hè. Dat is een broer. Oh nee, dat is waar. 4-0. Car in front has just posted a 56.48. Oké, Mark. Don't let this guy distract you. P3. Awesome stuff, mate. Je zegt daar een crasher van behind, hè. On your right. Hold your line. Clear right. Snap toch maar door, wat. En toch heb ik die virtuele GP's wel een paar gekeken. Dat is best wel grappig. Alleen daar straks waren Leclerc en... Russell nogal aan het in Barcelona. Die sneden de laatste chicane gewoon helemaal af. The leader has just done a 55.86. On your right. Hold your line. Clear right. Car right. Still there. Hola. Ooh, nee. Dat kan mensen gewoon onmogelijk zijn. Ik kon niet meer naar links. Dat ging gewoon niet meer. Ja, het is wat je zei. 57.60. Rem heet dat. Ja, het is toch ook wel smal aan het worden daar, hè? Zo'n knijpende. Ja, sorry Peter, maar ik kon echt niet meer naar links, denk ik toch. Ja, wat minuten. Ik had net zo'n mooie ronde te pakken. En die Luke die rijdt lekker weg. Oh, die had alleen 20 seconden aan zijn broek, dat is jammer. B6, the gap behind is now 3.2. Air and track temps are increasing. Car left, clear left. Nice one, Mark. Great move. Keep it up. Oh, fucking slinger. The gap in front is now 0.9. Eens kijken of ik Rocky Balboa kan vinden. Car left. Clear left. Vulke boy. Ik ben niet gay, man. Maar je zit er dicht tegenaan.
Ik ben al goed weggelopen hoor. Leuk. Mm-hmm. Dat is de bedoeling, hè? Ja, nog 20 seconden weglopen, hè? Ja, die 20 seconden had je op mij toch niet raden, denk ik. Virtueel rijdt hij nog langs. Sector 2 is 1.2 off the face. Oh, ik ben echt klooier. Right side. Ik heb in ieder geval een 56.0 staan. 56.0 kan ik meer. Hold your nerve, just keep it smooth. No mistakes. That's disappointing, but shit happens, keep pushing. Left side, hold your line. Oh, dat scheelt echt niks voor jullie. Ja, daar, maar ik zit hier met die controller, man. Dat is moeilijk om zo recht te blijven rijden. Dan pak een stuur, man. Wat? Nee, jong. Moet je met de wegen zaken. Right side, clear right. Car right. Had ik toch maar een stuur gepakt. Clear right. Maakt de auto alleen maar af naar rechts of zo? Ja, misschien is dat het probleem. Of You're running last. Left side. Nee, die bocht krijg ik niet meer uit. Hold your line. Clear left. Zonde van die penalty, Luc, jongen. Nogal. Ja, want daar heeft de pees er wel in zitten. On your left. Oh, sorry. Oh, nee, echt sorry. Ik had jeuk aan mijn... Oh, nee. Ik lig op mijn dak. Ik had jeuk aan mijn neus. En ik wrijf met mijn... En ik wrijf met de controller tegen mijn neus. Oh, shit, man. Oh, fucking hell. Wordt dit opgenomen? Ja, tuurlijk. Door drie man. Ik heb dat wel eens ooit verteld van een of andere dienstkameraad van me. Die moest dansen met de dochter van de commandant, hè. Alleen, dat vrouw had een spraakgebrek. En die zei op een gegeven moment tijdens de kennismaking zo van... ja, dat is wel gezellig hier, hè. Leuk, hè, zegt ze zo. Toen zei hij zo van, nou nee, eerst dansen. Godverdomme, Rocky, je snel. Ja. Ik moet nog geen moppen vertellen tijdens het rijden, dat werkt niet. Nee. Fuck, man. Ik heb weer jeuk aan mijn neus. Wat? Het is wel leuk dat mijn potentie van de 55.9 ongeveer mijn snelste ronde is. Meter dichterbij, René. Hier waar je veel fouten bij kunt maken, heb ik het idee. Thank you.
eindelijk weer een redelijk oké rondje. Is je gaan concentreren of niet? Ja, we gaan spelen met Rocky. Dat klinkt ook zo fout. Maar nee, nee, wel, ja. Whatever floats your boat, jongen. Godverdamme, Paul, dan zit ik er tegen de vangrail al. Ja, dat doe je toch zelf of ja, niet? Ja, maar. Nou, ik duidelijk gereden met een. Nu ben ik heel slecht bezig voor de verandering. Van de zenuwen zat hij tegen de. Tegen een van die curves aan. Oké. Okay. Ja, ik verlies het elke keer op die rechte stukken, dus ik heb echt de snelste ronde dikke slipstream gehad. En als ik geen grote foutjes maak, heb ik de overwinning in de pocket. Ja, mooi hoor. Met de controller aan maak, dus het kan wel, hè. Oh, fuckface. Ik ben redelijk constante rondjes draaien nu. Ik weet in ieder geval hoe ik deze video ga noemen. Itchy Nose. Ja, ik krijg nog 2 tienden in het groen. Hoppa! Ja, dat zat ik nog, jongen. Dat ging niet. Als ik nou die laatste bocht nog een beetje fatsoenlijk kan doen? Shit, ik denk dat ik netwerkproblemen heb, want ik zie in één keer Fulke Boy min op de weg stilstaan. Dat kan niet. Uh-oh. Nee, dat lag aan mij. Ah. Fuck. Laatste bocht gefaald. Ik had ineens een frame drop. Om ja, reden. Ja, Frisky had daar wel eens last van en in één keer is je disconnected. Oh, ik heb ook een frame drop, zo. Ineens. Ik had al geluk dat het op het rechte stuk was. Ja, wel, ik ook. Allee, nu weer. Hetzelfde bocht. Hé, hey, Luc, echt, ga je het toch niet meer, hè, jong? Nope. Het gat blijft 5 seconden, zo. Nee, ja, ik sukkel met een overvriete linker voorband. Yep, daar heb ik ook last van. Dus ik heb even moeten rustig aandoen.
De rest is allemaal fout gegaan, even. Dat is een halve seconde of zo. Dus ja, ik begin de topketten aan het rijden. Ah, hey. Daar komt hij me nog langs. En de laatste ronde gaat naar de U. In de pocket. Mooi rijden. Ja, ik had vooral geluk dat het achter mij misging. Ja, want ik denk dat ja sorry, aan, sorry. Hey, jongens, geweest. Peter, Vulkenboy, sorry. En René heb ik volgens mij ook gepakt. Het zat er gewoon vast en daardoor heb ik een heel gat kunnen slaan. Oh, stomme fout in de laatste, laatste bocht. Echt zonde. Oh, Luc, nog vijf, de rest zonde, jongen. Yep. Absent is niet normaal, hè? Ja. Als je snel staat, Luc. Niet zo goed, ze 55-8. Oh, langzaam om 56-0 heb ik staan. Ja, bij mij was duidelijk door een slipstream hoor. Ik had op een gegeven moment een slipstream bij Mark en ja, dat is de enige ronde waar dat ik... Dat scheelde veel. Oh, nog een punten gezakt natuurlijk. Oh man, jongens. Dat was puur slipstream ronde hoor, die ik de pak had. Mm-hmm. Ja, ik had dat ook voor bij u met de qualifying hè. Dat scheelde mij ook nog wel twee tiende. Makkelijk. Nou, de Red Bull ring short hè. Ah. Ach ja, omdat het zo leuk is. Al mee, 5 punten ingeleverd. Ik ben zo terug. Ja, eens even kijken. Ga ik even dat drinken aan. Bij mij is het gelijk gebleven, geloof ik. 4 punten gezakt. Ja, gelijk gebleven. 10 punten gezakt, ik heb. Wacht even. Dat is een pittige. Gewoon met de valse start dan ook nog eens. Ja, want ik kreeg eigenlijk eerst, hè. Ja, eigenlijk. Dus daar had ik veel punten gepakt, maar ja. Jammer genoeg, slechte start gepakt, dus... Oh-oh. Poop happens. Luc, heb je al foto start gedaan en Paul is weg? Ja. Oh, het is toch dingen, hè. Dus, dat maakt toch niet uit, maar... Dat maakt niet uit, ja. Het gelijk. Sorry. Maar... Ik heb het afgezet, kijk. Nee, ik heb het opgezet. Oké, kom dan. Tijd, zegt Rocky, ja. Like your mama. Hebben ze nou bij dit, bij die Red Bull Ring National, hebben ze dan alle vervelende bochten eruit geknipt? Ik bedoel, is het gewoon één rechter? Dan moet de meester vertellen. Ready dan maar. All clear on pit exit. You can push now. You've got 9 minutes to set a lap. You've got cold brakes all round. Ja, wat dan, hè? Oh, stond stil. Die rokken die kan er ook wel mee scheuren.
Wat nationaliteit had die kerel eigenlijk? Had dat iemand juist gezien? Nee. Sector 1 is 1.2, off the base. The leader has just done a 59.17. Just done a 101.86. The leader has just done a 58.33. Sector 1 is 1.6 seconds off the base. Time is quick. You're out of track limits there. Sixth place. That's your best lap in the session. That lap was a 101.45. The car ahead has just done a 100.4 seconds. You've just got out of track limits. Sector 1 is 0.6 off the pace. That's 5 minutes to go, 5 minutes. Sector 2 time is okay. Oh, zonde. That's your best lap in this session. 17e weg. Sector 3 is 2.0, off the pace. Sector 2 time is good. The guy behind has just done a 101.56. P5, good lap. That's your quickest today. The car in front has just done a 59.10. The leader's just done a 58.25. The guy
guy behind has just done a 100.8 seconds. 62 is. Oh, the guy! Right. Shit! Clear right. The guy ahead's lap time is a 100.1 seconds. Next, the lap time. Come along, come along. Ritme. 2 minutes to go, 2 minutes. There's a car behind, take care of rejoining. Hey. Mm-hmm. Your brakes are cold, ik had toevallig die eerste bocht, een keertje goed. Dat op Red Bull ring. On your left. Clear left. Ik denk dat ik het daarbij laat. Sneller zetten wordt het toch niet. Hij heeft 14 in het groen, alleen hij zit wel. De leader's just done a 58.14. Ja, Luc, die frot zich er nog eens even voor. You're a second off the pace in sector 1. Your right sides are cold. The leader has just done a 58.09. Stom. Maar beter, ik kan nog ergens 3/10 maar. Jammer. It is what it is. Checkered flag, P9. Oei, Paul is de pit nog niet uit. Oei, is Paul weg, Paul? Ja, hij is nog altijd weg. Oei, oei. En deze server. Oh jee. Heeft hij iets gestuurd op de gsm of zo? Want ik heb die nu weer niet bij me liggen. Nou, ik pak hem ook. Niks. Niks, oké. Okay. Ja, we hebben nog 2 minuten. Jana. Ja, het is van de zure. Maar hij moet eerst sowieso op continue klikken, hè? Dus daar, hij is de server. Dat is het einde van de session. Nou ja, dan beginnen we gewoon opnieuw de race, desnoods. Gaan we even de screenshot op. Hey, kan dat? 14 minutes. Oh, is het oh, wat verdomme! We waren al ongerust. Maar voor mij moet je ook nooit ongerust maken, jongen. Ik maak me continu ongerust. Want je weet dat, Mark, als ik dood ga, is het een pier en Genever tafel, jongen. Dat is een feit. Dus. En nu moet ik wel vanaf de laatste plek starten, maar... Oeh, dat wil ze eigenlijk Mark in moet halen. En je weet wat er dan gebeurt. Oh, ja. Nee. Ik weet er alles van. Ja, ja, Peter, nogmaals excuses. Toet, toet, motherfucker. Maar ik ga geen stuur kopen. Waarom niet? P9. Omdat je negen een nieuwe computer koopt, nee, voilà. Ja, dat vind ik wel eigenlijk wel een geilige spot. Ah. Ja. Het is allemaal René is de schuld. Ja, sowieso. Go, go, go. Zo.
sorry Mark, met no sorry. Dat kon niet harder, hè, jong. Car right. Clear right. Oh! Outside track limits. The guy behind's reeling you in. The gap's now 1.8 seconds. Ik heb een telefoon en een in mijn nek. Boze. Zo, okay. Zien we een shaken maken of zo. That lap was a 102.28. We think you might have gone outside of track limits there. Captain Malco ahead is now 1.2. 1.15 in the group. Hey Mark. Ja jongen. We zijn nou een achteruit kijkspeel kijken. Kijk zo. Oei, meneer Nooyert, dat is niet zo mooi tegen die Luc. Dat is ook mijn fout een beetje. Oh. Laat geremd, laat geremd, laat geremd. Oh, het ging goed. Left. Clear left. That was an easy pass, Mark. Hey, I let you, eh? Stay with him. The car in front of us is Paul, P11. Oh, fuck, oh my. Sorry, jongens. Oh, nee. Clear right. Oeh, dat was slecht. Oeh, dat was echt slecht. You're outside track limits there. Right side. Clear right, on your right. Still there. Clear right, car right. Still there. Nee, volledig vergooid. Dat is jammer. Weer al. Koepoe. Oh, die bocht is zo lekker als die lukt. On your left. Clear left. Oh, weer te laat geremd. Oh, Jezus. Come on, Mark. Don't let him get away. Geen penalty krijgen, dat is nou het mooiste, hè? As last, air and track temperatures are increasing. Air hey, temperature Luke. Is now 28, well, track temperature you, is now 40 Celsius. Oh,
Maar dat is gewoon niet. Ik crash de Malco bijna van de baan af. You're out of track limits there. Sectors 1 and 3 are 0.8 off the pace. Sector 2 is 0.5 off the pace. Air and track temperatures are rising. Air temperatures now 34. The track temperatures now 44 Celsius. Kom naar 58.9. Shit. Ken ik meneer. Dat ging niet meer net even. Ja. Pak hem Peter. Okay. The leader's just done a 58.15. Dat was wel heel bad, Paul. Maar nee. Komt die penalty. Oh, die bocht kan je ook door twee wielen door. Komt die penalty. The gap in front is now 1.8. Penalty hier, ja. Maar dan rijden we dezelfde rondetijd in nummer 1, denk ik. That was a 100.2. Ah, nou maakt die fout. Maar 8 minuten om me in te halen of om zelf een fout te maken. Ik denk dat hij dadelijk wel een foutje maakt hoor. Ja, hij is een paar bochtjes die echt raar maakt. Deze bijvoorbeeld, alleen dit stukje is net te kort. Toet toet, motherfucker! Oeps. Toet toet, motherfucker! Deze was epic. Mooie switchback. Twee wielen. Je zit nog rechts naast me, of niet? Ja, ik heb slechte exit. Even een snelling hoor. De lap time was at 1. Dat was een leuk actie. Maar het kost alleen maar tijd richting die volgende. Maar goed. Yes. Moeten we wel even die Rocky nog voor blijven, want die zit nog achter mij. Hè? Ja. Oh, die zit achter jou. Ja. Ja. Hoppa, 58.3 of zo. Yes. Ah nee. You're outside track limits there. Kijk eens wie we hier hebben, de volgende bedure man. Vulco boy, coming for you. That might be outside track limits. Primey. Famous last words. Voila. Ja, dat gaat niet moeilijk worden. Wat een nieuwe manier om die bocht aan te snijden. Ik zag het ja, die is wel even snel. Oh, dat is heel erg snel. 57.51. Dan zitten we weer wat dichterbij. Oh, dat is hier, smalletjes. Hey, the gap in front is increasing. Paul is hier heel breed alleen. Nee, ik moest de positie teruggeven. Ja, ga dan maar aan de kant. Het is alleen maar 4 breed. Oh, dit is epic. Oh, dit is epic. Dit is echt epic. Oh, dude, die gaat weg. Oh, nee, dat is jammer. Oh, dit is epic. Dit is hier helemaal tussen gekegeld. Sorry, man. 57.4. Ik heb even niet nodig. Oeh.
een 57,5 staan. Ja, kan ik mijn leven. Maar maar je had ook een mooie achterbumper. Ah. Die 15 seconden naar plek 1 gaan we toch niet meer goed maken. Plek 4 überhaupt. Mooi gereden, Gerald. Thank you. Het heb je nog eens gedaan. Wow, foutje. Doorgeschoven. Als ze hebben, dan mag je. Plek 12 van plek 5, kan ik mee leven. Ik verlies in die laatste twee bochten voor de finish, zeg maar. Verlies ik 14e. Volgens mij met de GT3 verlies je daar ook al bij. Volgens mij moet je die gewoon een keer bestuderen. Shit, nou, wat een slechte bocht. Niet hoe slecht de exit. Oh! Oh, so, nee, oh. Dat was kick, sorry. Sorry. I'm penalty the neck. The gap ahead is now 14 seconds. Het is bezant. Ai, 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 ai. That's 2 minutes left. 2 minutes. Stream bij Mark. Blue flag. Mark. Ik zie het. Binnenkant. On your right. Clear right. Dank u. Luc maakt eens een foutje. Dat was ook wel wat. Wat nu? Dat lijkt me zo. Ja, dan ben ik die positie kwijt. Is niet anders. P6. Dan krijg je een extra penalty. Dankjewel, Mark. Alsjeblieft. Maar goed, die hadden we al verdiend na die vorige race, Luc. Mhm. Weet je wel, die plaats. Left side. Blue flag. Hold your line, clear left. Oei, we zijn Gerald een beetje kwijtgeraakt. Ja, die is een beetje op de achtergrond aan het belanden. Mijn pedalen zijn weggeschoven. Oei, dat is veel. Kijk, weer een penalty. Nee. Ja, dat wordt hem niet. Ja, dan ga ik het niet halen. Maar ik heb... Kijken.
Nee, 2 seconden losrijden van Luc gaat hem ook niet horen hier. Ah, net verloren, zeg. Domme shit. Oh, is wel leuk. Ah. Ja, deze was ook leuk hier met die 4 wijd net. Oké, dat is de einde. Let's get out of here. Oh, we'll try to get this one, eh? De wijd. Wat leuk in de Red Bull Ring. Yep. Mooi Luc, was een mooie leuke race. Inderdaad. Mijn zeer had ook zo. Ja, dat was leuk. Ja, dat was leuk. Echt. Mooi. Ik vind zweet helemaal leuk. Yes. Vergeet met mijn 4 wijd, ik heb wel een keer zeer lang gedaan, want je had wel niet de bedoeling om te raken. Ja, ja, daar ging het even mis, man. Ja. Zat kort bij elkaar, zonde. Nee. Oeh, dat is een ronde de beste tijden ook dicht bij elkaar, hè? 57,5 heb ik staan. Goh, Peter. Traag, man. Oh, kijk, Luc ook. 57,5. We hebben heel de tijd bij elkaar kunnen rijden, man. Ja. Oh, het zat echt dicht bij elkaar. Mhm. Nou, dat is echt spannend. Alleen jammer in het begin dat ik een paar foutjes maakte. Was echt... Had ik meer van voor. Het staat op video, hè. Het is daar. Wel een mooi veld nu. Wat gaan we nu doen? Wat was het nu weer? Hoogland National of Short? Ja. Oh ja, zoiets, ja. Doe maar de Short. Ja, oh, Rocky is weg, helaas. Ja, doe maar de Short. Ik ben zo terug. Yep. Weer op pissen. Ai. Mark is ook stil ineens. Oh ja, ik ben er nog, ben er nog. Sorry Turtle, ja man, die heeft me daar 20 seconden in de zandbak geduwd. Ja, doe ik ook, hè, dus ja, kan hem dan niet kwalijk nemen. Maar het kost me allemaal maar punten en dan ben ik een beetje beu aan het horen dat me daar zoveel punten kost in de hele tijd. Ik zit op 1100 punten, man. Moet ik daar nog een zinnige opmerking over maken, Mark? Zeg het eens. Koop een stuur. Nooit van zijn leven. Echt niet. Hey, die had ik niet zien aankomen. Nee, het is een zinnige opmerking. Dus ja, ik verwacht wel iets heel anders, moet ik eerlijk zeggen. Ik was al aan het... Ik had een boekje klaar. Wat gaat hem zeggen? Ja. Mijn zwart boekje. Push now. Oké, okay, man. We've got 9 minutes to get the job done. We need to get some heat into these brakes. Teach me, master. Teach me by your wise words. Moet de stuur kopen. Fuck you, master. Fuck you. I will join the dark side. Never. Oh, dat ziet er heel anders uit. Ook weer zo'n binnenweg die Paul altijd pakte, hè? Duidelijk. Wat een bocht. Ik weet niet of ik goed zit hoor, man. Ja, het is raar, hè? Precies omdat ze een soort fietspad ergens met het door hebben aangelegd. Ja, precies. Ja, dat jongens zijn jij. Dus dat is van de achterblijvers. Er staat een pionnetje. Hier zijn we. Oh! Maar godverdomme, wat doe ik dan fout? Ik ga gewoon naar rechts! Ja, maar ik dacht... Nou ja. Kom eens sturen! Ja, natuurlijk. Lastige combinaties in, zo, amai. Leuk, hij is leuk. Wat? Echt Clio track. Monza vond ik helemaal niks. Kon je echt niks veel verbeteren. Behalve een slipstream proberen te pakken. Heb je tenminste bochten waar je wat kunt verbeteren? Dat is waar, ja.
Dus alleen even wennen van hoe gaat het allemaal. Ah, ik ben er weer. Ik ga met je bij de kop. Hey, is dat de tweede keer dat hij nou tegen me zegt van ja sorry hoor, maar deze voor u de ronde is niet. The leader has just done a kun je niet 07. P3. Ja. Beter gooien smijtwerk op deze baan. Ja, leuk. Mm-hmm. Een kartbaantje lijkt het wel, hè? Ja. Zou wel goed kunnen. Inderdaad. Je voelt die Clio ook wel een beetje als een kart, vind ik. Niet nog power. Sector 2 is 1.3, off the pace. Oh, oh, ja. Ging net goed. Nou, dan hoop ik dat ik nou eens een rondje mag zetten. Ja, ik heb ook een rondje. The leader has just done a 112.88. The guy ahead has just done a 115.39. P6. Sector 3 is 1.4 seconds off the pace. Ooh. On your right. Dick. Clear right. Nooit achter een marker aan staan. Je ziet mijn remlichten toch? Ik bedoel, ik duw al extra vroeg op die remmen, zodat ik mijn remlichten zit en nog knalde tegen mijn kont aan. Ze zien een kontje graag maken. Ja, ik heb zo de indruk dat ik dat toch eens tegen ons smaak moet gaan vertellen allemaal, want... Katholiek is het niet meer. Zeg jij katholiek dan, Mark? Mijn kont wel. You're out of track limits there. Hoe is dit pastoor die ooit gezegend misschien? Oh, die had ik niet zien aankomen. Die had ik niet zien aankomen. Ik weet niet van waar ik kwam. Fucking hell. Dat is maar gezond is, hè? Wel dat. Front lap time is a 1:14.72. The leader has just done a 1:12.10. Sector 1 is 1.2 seconds off the pace. Nee, het zal allemaal wel. Return to pitbox. Scheiding. Ik had nog een seconde in het groen. Zet er René weer in beeld. Sector 2 is 2.1, off the pace. Hebben wij nou dezelfde tijd, Paul? Sector 3 is 2.3 seconds off the pace. Tot op de duizendste seconde, René. Cool, hè? Oh, dat is wel vet. Nice. Maar er zit nog veel meer in. Echt nog veel meer. Kijk gewoon, Jure. Maar ik zat een seconde in het groen en in de laatste bocht rijd ik hem te ver naar buiten, in Vellet. Ah, ja. Een rare, nog een eindige bocht, die laatste. Ja. Ah, weer niks in Vellet, nee, forget it.
Maar dat was een 12-5 geweest. Ja, dan was ik ja. Plek 3. Ja. Auto. Doe! Oeh. Collect. Ja, ik kwam die bocht voor, die laatste bocht wat meer snelheid uit dan ik had gedacht en ik dacht, dat lukt toch wel met die laatste, maar de computer says no. Maar je had dat niet afgesproken, hè? Een soort van herpin is wel lastig met de controller. Als je komt links stuur en daarna komt rechts de herpin in. Af de pijs. Gremlet. Daarom de markt in het tijd ook 4 seconden trager. Oh manneke, ik ben echt hier aan het opjagen. Ik zal er eens volgen, dan kunnen we eens kijken. Nee, doe dat maar niet. Wel Mark, je zit vanaf de trackside in beeld jongen. Wacht, ik ga het mooier maken, ik zet de interface uit. Ja hoor, dat gaat het mooier maken. Zie ik hem met de middelvinger al? Nee. Het enige wat ik zie is Project Cars en de framerate count. Nee. 1.8 off the face. Nee. Het zal geen verbetering meer worden. Het zit er wel in ze, maar. Ik kan niet kunnen rijden. De tracklimit speelt mij te veel parten. Dat beloof voor ze biets. Yep. Penalty. Ja. Ja. Place. Oh, Matt, twee epic races geweest. Daarom dat ik blijf op een derde. Yep, ik ook. Mijn schouder doet pijn, man. Dit is de brand. Oh, mooie tijd, Luc. Ja, er zit nog meer in, zo. Maar, ja, veel meer, hoor. Ja, ik vind je left front is hot. De snelste tijdrijden, dan kom ik hooguit naar 10 naar 8 jaar, denk ik. Check the flags out, P8. Ik heb deze trek nooit niet gereden, denk ik. Nee, ik ook niet. Nee, ik ook niet. Die is nog een andere Hockenheim ook, hè? Ja, dit is de National en de Short, en dit is de Short. Ja. De National is deze wel leuk. Geinig. Ja? Ja. Er is ook nog een andere Red Bull Short, geloof ik. Want ja. Deze had ik ook nog nooit gereden. Ja, dingen blijft ook de leukste, vind ik. Shakito Reverse of Short. Oh ja, dat is wel juist. Dat was een echte mooie verrassing toen. En Long Beach is ook wel aardig. Ja. Ja. Ik heb met de Clio. Ja, zeker. De Franse auto op Amerikaanse straten. Ideaal. Ja. Eigenlijk moet de Long Beach met die IndyCar dingen doen, hè? Oh ja. Dat is pijnlijk, hè? Because YOLO. De hooligan left the session. Wie? Al je dan? Hooligan. Oh, daar ben ik een boodschap aan. Ik kan alweer super dichtbij gaan. Nou, daar is de Clio wel. Gecondoleerd. Ja, jongens, alvast mijn excuses. Hè. Kom, alles wat er misgaat in bocht 1, 2, 3, 4 en 7. Dat is een snelle bocht. Snelle bocht, deze bocht 1 is gewoon drama, net als op de Red Bull Ring. Gewoon van die bochten zijn gewoon kut om te starten. Die van motor vond ik ook niet echt wel. Nee, weet, kunnen Mark in ieder geval wel van de baan rijden als we... Waar joh? Ja, you heard me. God damn it. Right. Come on, it's good. Ik zit erin te slapen. Jimmo. Jimmy is cool. Nu schel ik aan het kijken omdat hij zijn settings niet kan aanpassen. Ja. Waar is mijn setup? Is jullie opgevallen dat ik ook weer heb ingesteld? Ja, ja dat echt was me opgevallen, maar ik heb er weinig van gemerkt, moet ik zeggen. Het begint bewolkt en daarna wordt het zonnig. Ja, ik heb er weinig van gemerkt, dus ik denk dat vooral FC'en, of misschien verschilt het per track of zo, dat kan ook natuurlijk. Ja ik denk dat de Clio daar wat minder last van heeft. Ja. Denk ja, ik ook, ja. Een tracktemperatuur is ook, maar is ook nog altijd 32 graden, dat is niet slecht. Hè. Nee, dat is niet slecht. Maar wat laat is het, de race? 2:00 middags. Mm. Ja, dit wordt saai.
Iemand nog, René, gewoon nog een mop vertellen? Hey, misschien moet René een nieuwe computer kopen. Oh. In de tussentijd. Oh. Een i7-3770. Maar nee, geen Intel. Kom op. Nee, maar dat had hij nu. Hè. Ik bedoel, het staan als onze Peter, hè. Mijn vorige computer, weet je wel. Hé, maar Mark, met een moederbord. Mm-hmm. Ja, dat wilde niet weten. Dat wilde echt niet weten. Hij start soms niet op dat ik 6 keer opnieuw moet starten voor de BIOS te gaan. Ja. Dat is echt erg. Dus, dat is niet goed. Dat kwam kwaad naar erger markt. Dat was wel dus, thuis, man. Ja, binnenkort is het foek en dan alles weg. Ja. Die wel slapen. Ik durf zelfs niet meer, soms hem niet af te zetten of aan te zetten. Dat ik schrik heb om bij op te starten. Maar ja, nu doet je. Allee, succes jongens. Succes. Alleen in de pijn. Beter pakken. Right side. Clear right. Car right. Still there. Clear right. Nee, ook wat erom doe ik dat toch ook, hè? Eigenlijk zo stom. Car right. Clear right. En we liggen laatst. Sorry. Ik hou hem nog. Gelukkig. Ik heb hem iets eerder dan ik. Door die controller zeker. Ja. Yep. Rekening mee hoor. Seventh position. On your right. Oeh, waar had ik slecht genomen. Clear right. Mooi, Peter. Okay. Ik zie niks. Hoeft ook niet. Fuck! Oh, ik doe hetzelfde, ik doe hetzelfde, ik doe helemaal hetzelfde. Fuck, dat ging mis. Maar meen ik er nu? Ik krijg hem nog niet meer op de baan, hè? Het is niet de bedoeling een vriend te geven voor mij, rijdt. Right, dat snap ik niet goed, dat ik je moet teruggeven. Clear right. Nee, dat is wel vaker dat we dat hebben. Pak je maar terug, hè. Pak maar terug. Ga left. Kom maar rustig aan. Clear left. Kijk wel vanzelf. Oeh. Dan slipstream. The leader has just done 113.04. Moet remmen. Oh, waarom nou weer? Met de weg. Ja. Oké. Okay. Sorry hoor. Ja, dat scheelt niet veel, ik had bijna geraakt. Car left. Hold your line. Clear left. Wel, close racing. Air and track temperatures are increasing. Air temp is now 24. Track temperature is now 36 Celsius. Dat was meer een circus act, hè? The leader's just done a 112.12. Front is
has increased to 2.0 seconds. You've just done it with 17.21. Good lap, that's your best in the session. Air and track temps are increasing. Air temperature is now 27. The track temp is now 39 Celsius. Wat? Ik heb wel geen lijn. Jongens toch. Shit. Oeh, dat is een exotische lijn, Peter. Ja, hoor. Maar hij was niet veel trager. Ik krijg wel een penalty. Good lap. Dat is je quickest so far. Ja, trouwens, ik heb ook al in. Temperature is rising. Air temperature is now 30. Dus binnen een seconde van nu blijft. 41 sure. Celsius. If cows had wings, they could fly. Yes, she's that. Look, the penny. Dan zou ik eigenlijk moeten zeggen elke keer als ik uit de bocht vlieg, niet? Ja, maar dan horen we niks anders. Oh. Dat is gemeen, Po. Wel de waarheid. Het is wel helemaal waar, maar het is Allee, hier weer al, look, the penny, godverdomme. Looks like that was outside track limits. Man, ik doe bij bocht 1 gewoon helemaal niet aan de apex. Hè. Dat is echt dramatisch. Ja, en Peter vliegt graag met je curb omdat je uitleert. Je ziet al een paar keer onstabiel worden. Ja. Niet ja, die maakte net de fout heel groot. Ah. En ja, hij is toch te snel. Kan ik nou slipstreamen, maar. Ja, eindelijk de apex geraakt bij de eerste bocht. That was a 116.00. Oh, hij pakt er helemaal die baklijn. Oh, hij rijdt daar een heel andere lijn dan ik. Ook ik helemaal mooi. De Clio houdt van hoekige bochten. Ja. The gap in front is increasing. It's now about 7.3 seconds. Herhaling van die vorige race.
beestjes. Oh, hij pakt er een heel andere lijn. En de linker voorband is gewoon rood. Groen nog. Weg tegen het oranje gaan. Oh, hij remt voor die laatste bocht, joh. Dat is toch echt niet nodig, hè? Toch wel even liften als je die eerste goed neemt. Gas. Nee, dat red ik niet als ik de eerste van die laatste, of ja, die voorlaatste goed neem. Okay, Mark. Double chances here. Let's make sure we can take them. 5 minutes to go. Oh, maar 5 minutes kom dichter bij Luc. Moest dat afremmen. Penalty. Anders. Ik heb al een seconde, dus ik moet tempo maken. Nou, als Gerald hebben we toch weer een gat gereden. Last lap was 117.16. Ah, dan moet ik niet liften. Hij is wel zeer streng, dat klinkt niet zo mij. Is er weer een cheater, Luc? Dat denk van wel. Laatste bocht snap hij niet. Aha, het is eentonig geworden, die gele achterkant van die... Het manoeuvre, Peter. Ja, ik rijd toch geen seconde om hem. Eigenlijk hetzelfde als op de Red Bull Ring. Maar hij maakt ook geen fouten. Nee! Dat hoor ik graag. Het ging niet heel fout, maar... Oh man, ik ben gewoon balen. De seconde kwijt. Het ging zo lekker. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Ja, dat was het. Een seconde weg hier binnen. Binnen 2 rondjes, anderhalf. Ja, maar eens.
Wat, ik moet plek 4 teruggeven? Oh nee, Peter is eruit. Oei! Ah shit, hè. Peter is eruit. De laatste minuut. Echt? Heb je Max? Heb je Max moederboord of wat? Hele. En die gast achter me zit achter me dus. Nee, die is nooit eens, hè. Hij is ook hij is er nog. Daar gewoon op plek 1, hè. Dat had je niet verwacht misschien. Ja, maar ik moest net uitwijken omdat jij stil stond en toen... Nou, er gebeurde wel iets hoor met het spel, want die gast die achter me zit, die was in één keer weg. Die zat op 3-4 seconden. En nou ben ik helemaal uit, maar... Rijk 1 seconde meer van hem weg, want hij moet weer een fout maken. Maar dat was gewoon een hik of zo, hoor. Hij zat in één keer op 4 seconden, nou zit hij op mijn bumper, dus dat... iets gehikt in het spel. Allee, ik krijg ook een penalty, Luc. Het geluk. Maar goed, het maakt niet uit, want ik zit nog ver genoeg. Nou, dat wordt hem niet. Hij heeft gewonnen. Weer hetzelfde als we hebben geroepen. Ik heb een potential 11-4. Ik zeg nog niet dat ik binnen een seconde van nog ga eindigen al, hè. Daar, nog een penalty erbij. Boe. Ja, ik ook. Ja, echt een kopie van de Red Bull Ring. Ja, was ik weer epic. Ik ook, met een betere positie. Een kopie van de Red Bull Ring. Ongelooflijk. Ik moest goed mijn best om Luc bij te houden gewoon al. Ja. Nou, die ruikt sterk met zijn loodcel. De loodcel werkt echt goed. Controller ook. Mark. Ah, niet slecht, hè, Paul. Het gaat best goed. Gaat best netjes. Ik had in de laatste ronde nog iemand neergehaald. En ik denk, ik probeer nog 2 seconden. Ik had 2 seconden aan mijn broek. 1,7 seconden. Oh, leuk. Een beetje aan dollen. Het is dan niet de duurste raceauto, maar wil niet zeggen dat je hem gelijk kapot moet rijden, hè? Dat wordt leuk, hè? De Clio, lekker close race allemaal. Ik ben aan het poelen met dat ding. We hebben 2 keer gespint met het krein. E9, oké, it's over. Ja, deze was weer epic. Oh ja, dat was wel waar. Ik heb 8 punten verdiend vandaag. 8 punten verdiend. Sneller dan Luc. Yeah. Ja, dat wel. Mooi vol. 30 punten erbij in C. Hoeveel? Nice. 30 punten erbij. Nice. En C. Lekker. Leuk. En C. Oh, dat is mooi. Dat is goed, dan kunnen we onze safety omhoog trekken. Ja. Hij is vandaag al van 1 naar D gegaan. Ja. Dat merk je hoor. Ja, zeker met Clio. Met veel